weet nog dat ik hier in, wat was het, 2004, voor het eerst op het terrein kwam. Dat ze het oorspronkelijke paviljoen aan het bouwen waren, de uitbreiding van de boerderij destijds. In 2016 was het denk ik, ons gevraagd om het paviljoen uit te breiden met een gebouw wat ongeveer 2-3 keer zo groot zou moeten zijn als wat het was destijds. We hebben toen een plan gemaakt en toen hebben we jou... Half 2016 ben ik betrokken. Kijk eens mee. Ja, heel bijzonder om als ontwerpteam eigenlijk, jullie architecten, wij interieurarchitecten, dat is samen met opdrachtgever. Ja. Ik weet ook nog goed dat het allereerste wat Frank van der Velde zei, toen hij ons aan tafel had, was dat het maakt me niet uit wat het wordt, als het klimaat maar goed is voor het personeel. Architectuur of vorm of was nog eigenlijk helemaal niet relevant. Het ging allereerst over het klimaat van de werkvloer. Ja. En dat is toch wel heel bijzonder dat je in een project eigenlijk van onderaf totaal anders aanvliegt. Maar we hadden natuurlijk wel het paviljoen, wat als een hele goede uitvalsbasis heeft gediend voor het werk wat er nu ligt. Een van de belangrijkste voorwaarden van deze opdrachtgever was dat het klimaat in zijn kantoor nadrukkelijk verbeterd werd. Naast de vormgeving van het gebouw. Daarom is er gekozen om een klimaatplafond toe te passen van Hunter Douglas samen met Inteco. En dan ben je in staat om een prachtig plafond te maken wat afgestemd is op de architectuur, maar waarbij allerlei installatiecomponenten zoals brandmelders, nooduitjes, verlichting zijn geïntegreerd in het plafond. En dan werkt het al. Het is mooi geworden, hè? Heel mooi. Ja. Mooi in het hart van het gebouw met een... toch wel een eigen vorm, licht tot diep in het gebouw. Blauw hardsteen die wij gekozen hebben, die ook in de plint buiten is toegepast. Ja. Het is eigenlijk heel mooi dat eigenlijk binnen-buiten als één geheel is ontworpen. Ja, je ziet ook heel mooi dat we eigenlijk alles in die voegen hebben weggewerkt gekregen. Hè. Dat is eigenlijk toch redelijk innovatief wat hier gelukt is. Ja. Ja. Ja, meestal hebben we toch dat die verlichting, soms zware spots worden ingewerkt, zodat eigenlijk die beleiding verloren gaat. Dus De zoektocht was hier eigenlijk van tussen die lamel van 3 centimeter breed in die voeg van 2 centimeter om alles daarin op te lossen. Dus eigenlijk, ik moet wel zeggen, door het bouwteam dat er aanwezig was, hebben we enorm samengezocht naar die oplossingen. Ja. En hebben we eigenlijk ook, omwille van onder andere ontwikkeling van LED, wel zaken gevonden die ertussen pasten. Ja, deze oplossing had 5 jaar geleden bij aanspreken nog niet eens gekund. Hè. Nee, klopt. Ventilatieroosters die er zijn tussen geplaatst, verlichtingsrails met spotjes. En waar jullie ook mee serieus hebben ingezet, is dat lostrekken natuurlijk van die randen. Ja, die randen. Ja. Dus eigenlijk het niet maken van de rand. Ja. Waardoor het gewoon heel erg sereen en rustig is. Ja. Dat is erg mooi.